op Provada bij de CBRE stand. Huub Elders en links van mij, voor de kijkers ook, en Gert-Jan Slob van Locatus. Hè? Ja. Jullie hebben net een nieuw product eigenlijk, kunnen we wel zeggen, gelanceerd. Hè? Een product wat jullie in samenwerking het levenslicht hebben laten zien. Huub, vertel eens in het kort, wat houdt dit product in? Nou, dit product is ontwikkeld met onze twee partners Locatus en Cyber om te komen tot een objectieve meetmethodiek. Om de kwaliteit van winkelcentra voor onze branche, de beleggers, de ontwikkelaars, de overheid en vooral de consumenten, om dat op zo'n objectief mogelijke manier te kunnen meten en te kunnen vergelijken in een benchmark om tot zeg maar oordelen te komen. Waarbij we natuurlijk hopen dat dit ook een stimulans is voor de branche om tot verbetering daar waar de kansen er liggen om die mee te nemen. Ja. Veel rekenwerk neem ik aan, veel dataverwerking. Nou, Locatus zeg je dan, hè? Ja, dat is waar wij goed in proberen te zijn. En dat is ook inderdaad onze rol geweest. Cyber heeft de data verzameld, wij hebben onze data eraan toegevoegd en de verwerking van de data gedaan. Hebben jullie nu ook buiten de data die jullie al hadden nieuwe data moeten toevoegen om zoiets als dit te kunnen doen? Ja, de hele schouwing van de winkelcentra, dat heeft Cyber toegevoegd. Dus die hebben gekeken naar de staat van het onderhoud, de beleving in een centrum, de service die in een centrum wordt geboden. En we hebben ook via internet nog een aantal dingen opgezocht. Is er een markt in een winkelcentrum? Wat zijn de openingstijden? Wat is de website? Wat doet de website? Ja. Hoe is het OV? Hoe is de bereikbaarheid? Dus er zijn ook behoorlijk wat gegevens nog toegevoegd. Huub, nu sta jij binnen CBRE voor het winkelcentrummanagement. Wat kan je hiermee als centrummanagementorganisatie? Nou, wat we er heel goed mee kunnen is natuurlijk onze facility partners van dag tot dag aansturen om de kwaliteit te verbeteren, daar waar dat nodig is. Maar veel belangrijker is ook om samenwerking met bestuur van winkeliersverenigingen en opdrachtgevers te gaan kijken van welke elementen zijn we nou kwetsbaar in de benchmark en waar kunnen we verbeteren. Wat natuurlijk weer een goed gesprek vormt voor een stukje funding. In de hoop dat we daar, en die overtuiging hebben wij natuurlijk, ook onze opdrachtgevers mee kunnen krijgen om de juiste middelen te krijgen om het winkelcentrum verder te optimaliseren. Dus eigenlijk zeg je ook, als je kan aantonen dat voorgestelde maatregelen werken, dan ben je goed bezig als managementorganisatie en als eigenaar. Absoluut. En ik denk dat wij om ons heen kunnen constateren wat de effecten zijn van een e-commerce. En als we het hebben over de beleving vanuit de meting, is die heel erg waardevol. Klanten verwachten natuurlijk dat de basis op orde is. Maar als je het hebt over het toevoegen van andere elementen die de beleving kunnen vergroten, heb je daar ook middelen voor nodig. En wij zijn ervan overtuigd dat door het objectief te kunnen vergelijken tussen de centra onderling, dat wij hiermee een juist instrument hebben om ook met alle partijen om de tafel te kunnen gaan zitten om de stroom de goede kant op te laten gaan. Nu is dit een ongoing proces, denk ik. Hè? Dit doe je niet eenmalig, maar hier blijf je mee aan de gang. Zo'n schouwing, wordt die aangekondigd? Nee, die wordt niet aangekondigd. Wordt wel besproken met de beheerder om natuurlijk toestemming te krijgen. Ja. Maar het moment wordt niet aangekondigd, want ja, het is niet de bedoeling dat ze natuurlijk de boel opfrissen en vlak voordat wij komen. Ja. We proberen wel een goed moment daarvoor te kiezen. Ja. Ik kan me zo voorstellen dat bijvoorbeeld ook in het verhuurtraject dat je met dit soort uitkomsten iets kan. Klopt dat? Is dat een goed idee? Nou, uiteraard. Een van de elementen is natuurlijk branchering en leegstand. Dus als je daar gaat kijken hoe score ik ten opzichte van andere centra, is dat daar uitstekend gedachtegoed voor onze commercianten, de makelaars en alle partijen die betrokken zijn bij het kunnen selecteren van nieuwe partijen. Ja. Maar andersom, een retailorganisatie kan ook denken van ik wil graag zitten in het winkelcentrum met de mooiste score. Ja, dat lijkt mij logisch. Nou is het natuurlijk wel zo dat ook de centra met de mooiste score zijn ook de centra over het algemeen waar weinig leegstand voor zich voordoet. Ja. Dus dat zal ook wel weer lastig voor ze zijn om daar een plekje te krijgen. Zo, mag ik jou even voorvragen voor deze primeur, voor het in ontvangst nemen van de felicitaties van de winkelcentrum Praktijsmonitor. Overal winnaar voor deze eerste keer. Stadshart Amstelveen van Unibail Rodamco. Ja, kan bijna niet echt een verrassing geweest zijn.
Het is voor mij geen verrassing dat hij in de top 5 zou staan. Als je gaat kijken naar de methodiek en de discussie die we hebben gevoerd met alle partijen. Breder dan natuurlijk de partners die we hebben, maar ook zeg maar, de vakgenoten van ons. Is natuurlijk een wegingsfactor heel erg belangrijk. En daar hebben we met z'n allen lang bij stilgestaan. Wat is nou het element wat je zwaar moet wegen? Nou, uiteindelijk kan er dan wel zeker een verrassing in zitten. Want uiteindelijk bepaalt dan de optelsom van alle losse componenten het totaal. Maar goed, dat Amstelveen op dit moment erg goed bezig is, dat is absoluut een feit. En ze hebben ook een prachtige mix van huurders, een totaal aanbod, de voorzieningen. En ik denk dat zij zeker een voorbeeld zijn van een bedrijf wat met hun centrum daar op de goede weg is. Gert-Jan, wat is je bij het nagaan van alle kandidaten opgevallen? Nou, vooral dat er eigenlijk ook geen slechte centra waren. De centra zaten over het algemeen heel dicht bij elkaar. En we hebben bijna geen onvoldoendes uitgedeeld. En in de overall score hebben we helemaal geen onvoldoendes uitgedeeld. Nou, dat is dus hoopvol voor de Nederlandse winkelcentrumindustrie. Ik zou zeggen bedankt voor dit interview. Okay, graag gedaan.